Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan los zitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat toen bleek dat je uh, er een vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FCM. En. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. Ja, welkom bij in ieder geval ja, de laatste misschien wel even van dit seizoen. Al hebben we nog wel een paar uh, dingen op de rol staan, geloof ik, Pim. Hè? Uh, die zitten natuurlijk ook bij Pim Siegers, mede medeclubbordje en analist. Uh, en oud-profvoetballer uit Drenthe, uit Rode. <laughs> ja, moet dan toch even bijgezegd worden, ja, de Radio ik Timo Klompen, die was er ook uh, bij afgelopen wedstrijd. En je was erbij tegen uh, Dordrecht, zeg ik nu eventjes, hè? Uh, ja, klopt. Ja, ja. ja, en de overige ik op tv. Dus ik heb de laatste vier wedstrijden van Emmen gezien. Ja, nou, ja. en? Ah ja, net een beetje te weinig hè, uiteindelijk. Maar ja. wel uh, mooi. Een uh, ja, wederopstanding is een groot woord. Maar ze hebben het wel uh, nabehoren gedaan. En NAC was eigenlijk uh, ja. uiteindelijk te goed. Ja, ja, Achter, zo, al, ja. Zo, zo simpel is het, denk ik. Precies, zo denk, denk ik ook. Ja. Uh, wat ik vooral uh, nog mooi vond uh, zelf, is dat um, uh, als je kijkt hoe alle clubs reageren op verlies de supporters dan in elk geval ja. <laughs> van van, van alle clubs de afgelopen weken bij Roda gisteren zag het bij Utrecht, ado Den Haag hebben we natuurlijk gezien, ja allemaal verschrikkelijk irritante beelden om er te kijken en dan uh, zie je Emmen met 3-0 afgedroogd worden ja. en een minutenlang uh, applaus neer laten klateren op de Ja, je kunt slecht dus, uh, je kunt slechte verliezen zijn, en je kan een goede verliezen zijn. En, uh, ja, in Emmen zijn ze wat verliezen betreft ook natuurlijk en misschien is al <laughs> wel, wel wat gewend, dus ja. gepokt en gemazeld uh, de harde kern ook. Uh, maar dit, dit, was, dit was prachtig, ook ja. naar uh, Artsen naar van Oosten toe, maar ook naar de spelers, uh, Smeets, die in zijn laatste wedstrijd pakken. Ja. Uh, en ook brak uh, voor het vak wat logisch is. Ja. Heel, heel goede Rijn worden dit. <laughs> Uh, maar dat is wel mooi dat ja. Emma dat, uh, dat kan. Dat, uh... Ik hoop ook dat ze dat zelf ook allemaal zo zien. Hè? Dat ze niet denken: oh shit, nu, doen we niet, nu tellen we niet mee. Ah. In, 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 nee, in, maar het was ook harde kernwereld. Het, het was niet gemaakt of gespeeld of zo. Nee. Het is echt. Uh, nee, is maar dat, dat ze nu weet je wel, denken van oh ja, wij moeten natuurlijk ook gewoon. Uh, je, je hebt natuurlijk in de kern. In de harde kern moet je de tough guy kunnen zijn ook. Hè? Dus dat, ik hoop dat ze dat. Uh... Dat ze altijd zo blijven. Nou, wat er op is... dat soort momenten inkomen uh, uh, natuurlijk bijkomt... het is een krankzinnig seizoen geweest ja. voor Emmen. Ja. Die, 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 die zomer was... de, de club, club zat in complete chaos. Ja. Nou, je kon het idee herinneren dat zowel de, de voorzitter zei... ik stop mee, dat technisch directeur eruit werd gestopt. Een week later werd Desley Upping gepresenteerd... op een bijzondere, bijzondere ja. wijze met, met geblunde. Ja. Nou ja, Grim, Grim en bleken moesten... De, die hadden nogal een opdracht. Toen, toen kwam er echt een periode dat Grim de rust leek te brengen. De, ja. de, de relatie tussen supporters en spelers herstelde. Hij ging in één keer trainen buiten het stadion, wat een lange wens was. Het ja. spelershuis werd aan de overkant geopend. Dus iedereen, nou ja, terwijl het, wat was het? November of zo, dus speelde je voor de eerste ja. plek. Ja, 1 december geloof ik, Ja, 30 november zoiets, ja. En twee maanden ja. later stond je twaalfde, kon niemand er meer wat, wat van en was het, was, het, was het dikke drama. Ja. En, en wat nou, Van Oostermaats daar weer hebben, dat, dat is echt een wederopstanding. Ja. Uh, en dat komt op zo'n moment wel uit. Dat is niet alleen die wedstrijd, dat had 5-0 kunnen zijn, dat had 1-0 kunnen zijn, maar het hele opgekropte gevoel van het hele jaar wat je samen hebt doorstaan. Ik denk dat dat er op dat moment uitkwam uit ja, het vak. Ja, en, en je kan niet eens zeggen per se dat FCM de laatste weken weer geloos voetbalde. Nee, zeker niet. Um, maar, maar, toch, maar toch zie je wat dat soort dingen dan kunnen, kunnen betekenen voor een club. Als je met je clubmensen ook neerzet. dat is toch uh, Heb je iets meer krediet denk ik, of niet Team? Nou, in het begin altijd. Ja, maar, ja uiteindelijk gaat het toch wel Precies. om presteren, zo is het ook. Ja. Maar ja, ik, ja dat uh, zei ik zaterdag ook. Maar ik vind dat de Artsen uh, wel een goede indruk uh, heeft achtergelaten. Ja. Ja, dat Zeker heel rustig naar de pers en naar de, na, ja, naar de buitenwereld. Ja. Goed is zijn presentatie. En ja. Ja, simpele duidelijke dingen in het voetballen. Want ja, je kunt het ook niet ineens helemaal overhoop gooien. Dus nee. ja, hij heeft logische dingen gedaan. Ja, ik denk dat dat het ook is. Ik denk, ja. niet, ik denk dat je misschien achteraf, achteraf uh, dan met name kan zeggen tegen NAC. Nou had je wel met Urbink en, en, en Van Hoeven in mindere mate moeten starten. En toch uh. daar Brouwer en, en Konings uh, neer moeten zetten. Ja. ja, daar heeft hij ook wel over nagedacht. En hij heeft daar op zich denk ik een, 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 ja, een prima overweging in gemaakt. Uh, van je moet die na een slechte wedstrijd, nee, nee. dat ze de jongens meteen eruit halen. Nou ja, wat ze hebben daarvoor, hebben ze het ook wel prima gedaan. Maar wat ging daar dus mis in december, januari, februari... bij Psychologie van de Koude Grond... is dat ze zo wispelturig werden... dat bij niemand wist nog waar hij aan toe was. Eén mindere wedstrijd of laat staan één goede wedstrijd... en je kon weer aan de kant Ja, dat was aanvankelijk niet zo. Dus in het begin van die reeks bleef het gewoon hetzelfde... omdat het spel zelf wel aardig was. Alleen op het einde van de periode Grim was het natuurlijk wel... dat je geen idee meer had. En als dat bij spelers nog zo aan de oppervlakte zit... van oh wee, als ik om één foutje maak... ben ik volgende week uit, ja. dan, dan vind ik het logisch dat het medicijn van, van arts daartegen was, van nou, la, laat ik me vasthouden aan de vaste elf, die ja. ook fouten mogen maken ja. en dan de volgende wedstrijd er gewoon weer staan. En bovendien, ik ja. weet niet hoe, hoe, hoe jij er als trainer tegen kijkt, heb, je, heb jij soms bij sommige spelers denk je, ja, dat, dat is gewoon een goede invaller en niet, niet per se een goede basisspeler? Ja, die heb, je, die heb je wel over het algemeen. Ja, ja. maar goed, daar ken ik hem een. Uh, nee, precies. Nee, dat snap ik ook maar, goed maar, maar het bestaat wel zoiets. Want dat is ook wat, wat je ja. ja We weten wel dat we het met die jongens om kunnen draaien. Ja. En als je ermee start, ja, misschien is het dan wel anders. Ja, nou, ik vond, ik vond Ubbing nu wel echt teleurstellend. Ja, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond Bezuiu ook minder. Bezuiu, iedereen, ja. was, iedereen was minder. Ja, ja, en Mike en, de ik maak een foutje. En check vond ik ook niet zo'n hele fitte indruk maken. Nee, nee. En ja vond ik van Bezuijen en Übink eigenlijk allebei ook. Ja. Dus ja, door het programma misschien doordat je veel speelt, maar ja qua intensiteit uh, en uh, trainingsarbeid denk ik dat er bij Emmanuel wel wat te houden was. Ja, 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 dat weet ik wel zeker. Ja, ja ze kon het gewoon even niet meer, uh, niet meer allemaal ja. aan of zo leek het inderdaad. Misschien was het ook wel. Nou, niet het... allemaal, maar we, ja, ik dacht een deel. sommige toch wel. Van, hmm, ja, dat, ja. En jij had, uh, he, want bij die eerste goal uh, gaf, gaf uh, Dirkse wat veel ruimte. He, die, die bal komt uh, ja. tot twee keer toe. Uh, daar had jij wel interessant iets over over Vos en, en Dirkse. Ja. Nou, ja, dat was bij een ander moment. Maar uh, nee. ja, ik denk dat het misschien wel leuk is om even in detail te gaan. Mm -hmm. Kijk, uh, ik vind dat het duidelijk moet zijn hoe hoog je druk geeft. Mm -hmm. Dus uh, ik zou daar heel precies in zijn als trainer. Dus of je staat op de midlijn. Of je staat heel hoog. Ja. En nu stonden eigenlijk Bersuijen en Patsicek... ...ja, vier, vijf meter over de middenlijn. Ja, dan kan je zeggen... ...ja, maar waar heb jij het over? Ja, maar dat is wel... Uh, ...daardoor was de laatste lijn ook verder aangesloten... Ja. Dan, uh, ...waardoor ze met ruimte in hun rug kwamen te spelen. En uh, Janosek kwam op de binnenkant... ...en zijn kaats kwam terug bij Van den Berg... ...en die kwam in een 50-50 duel met Van Hoeven... ...die hij won. Ja. En uh, toen kreeg Van den Berg eigenlijk de bal vrij liggen... ...en die gaf die... Uh, nou, niet helemaal cross, nee, maar ik gaf een goede bal op de weglopende Haugen. Maar die Haugen die kon weglopen omdat er ruimte was in de rug van Dirksen. Ja. Dus als je minder hoog uh, gaat staan als ja. laatste lijn en je voorste lijn dus ook verder terug, dan heb je die ruimte al niet nee. om, die je weggeeft. Dus dat is één. Toen, toen werd die bal gegeven. En hij legt hem terug met zijn borst. Nou, dat is een lastige bal, want hij loopt bij je vandaan. Ja. Prima. Die bal wordt teruggelegd op uh, Omgeba. Ik, ik kan hier naam ja. niet goed uitspreken. Omgeba. Omgeba. Ja, nou, dan kom je eigenlijk bij het volgende probleem terecht. Want NAC speelt met de punt naar voren. En Emmen speelt ook met de punt naar voren. Ja. Maar wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk voor Omgeba? Ja, precies. Ja, ja. Wie, wie pakt hem dan op? Of is dat... Soms ben soms kieft belt. Meestal kieft belt ja. als Jan Osek dan naar binnen komt. Moet de weer dan doordekken, of juist niet? Of komt hij bij het centrum? Nou, dat was al die niet, keuzes die ja je... daar maakte NAC nu ook gebruik van. Ja, ja. En toen gaf omgebaar die gaf, gaf die bal mee aan Hogan en dat was wel een goede actie van Haugen, Want Uit de draai schoot hij hem knap binnen. Ja, maar toen had Dirksen weer naar voren gemoeid. Ja, precies. Dus ja, als je dan weer over dynamiek en intensiteit hebt, van ja, boom, nou ja. moet ik, nou moet ik naar voren. Ja, ja, dat was er ook even niet. Ja, maar je zei dat. Maar ook overal over over Vos en Dirkse dat dat, dat dat zijn jongens die opgeleid ja, zijn door ja, de door nou, AX en PSV. Ja, dat dacht ik later te zien. Ja. Uh, er was wel uh, Emmen verloor de bal eigenlijk per toeval een beetje voorin. en ineens ja. ging die bal naar voren en Haugen stond helemaal vrij. Ja, en je zag Vos en Dirkse kijken, oeh. Wat gebeurt hier? Ja. Nou ja, als mij dat vroeger gebeurde, dan zei Foppenhaan vroeger altijd tegen mij... Ja, maar je, bent, je bent toeschouwer. Ja. Je kijkt naar de aanval, maar je bent geen toeschouwer. Je bent deelnemer aan het voetballen. Dus toen ik dat een keer hoorde, toen dacht ik... Oeh, wacht even. Ja, altijd gefocust zijn. Ah waar is mijn spits ja. ten alle tijden? Ja. Ook al, dat, al hebben we de ja. bal, ook al lijkt er ja. geen gevaar. Ja. Nee, maar dat kun je zien. Kijk, die jongens komen uit Psv, Ajax opleiding. Mm -hmm. Die zijn vaak in de jeugd dominant en bovenliggend. Ja. Dus die komen niet vaak in dat soort situaties terecht. Dus je denkt, nou ja, nou lekker Voetbal is een beetje overdreven, mm -hmm. maar lekker fijn aan de bal zijn. En ik denk, oh, maar dit zijn. Hier gebeuren andere dingen. Ja, ja. ja. dus je moet, constant moet constant weten ja, ja. Waar, waar, waar is mijn Con, spits. Continu. Ben ik in contact met hem continu. Ja. Hoe moet je dat bij een, bij een club als FCM dan doen? Want ik meen te vernemen op de Oude dat ze deze zomer, of nu eigenlijk ook aan het kijken zijn. Net als bij FCM'en heel veel contracten niet worden verlinkt, is het bij Jong Ajax, Jong PSV, Feyenoord, andere jeugdopleidingen. Hebben ook jongens te horen gekregen. Van, nou, je bent het net niet om hier het eerste elftal te horen. Dus zoek een, zoek een andere uitdaging. Mm -hmm. FCM kijkt daar heel erg naar. heeft dat natuurlijk ook als je nu naar de talenten kijkt. Uh, Vos Dix, uh, Hackett bij Corrikels eruit, Bolk bij Twente eruit. Deze mm -hmm. jongens komen van, van Jon Ajax en PSV. Als er nu een paar van dat soort jongens uh, richting Emmen komen, wat jij zegt, ja, ja. Die, die zijn dus altijd de beste van hun lichting geweest. En hebben bij een team gespeeld wat altijd dominant is geweest. Ja. Hoe moet je daar als Emmen waarvan je weet, van je speelt. Je moet altijd iedere wedstrijd voor de poort van de hel wegslepen en je moet het met z'n elven gaan doen. Mm -hmm. Hoe moet je dat soort jongens opleiden en begeleiden bij een club, club als M als ze straks binnenkomen? Nou ja, daar ben je als trainer natuurlijk uh, verantwoordelijk voor. Ja. en ja, dat is dagelijks eigenlijk er bovenop zitten. Mm -hmm. En vooral uh, checken van uh, als het als je dus niet aan het spel deelneemt, uh, wat doe je dan mm -hmm. en waar beweeg je dan? En, ja, dat, dat is uiterst boeiend. Maar dan moet je als trainer ook. Uh, ja, eigenlijk uh, dag in dag uit aanstaan. Om dat te begeleiden. Ja. En ik denk dat het überhaupt voor die jongens wel een hele goede leerschool is. Om, om bij Emmen terecht te komen. Want da daar, daar leer Zeker. je te wapenen. Je moet verdedigen. Je... Meer dan je bij AX en PSV moet, denk ik. Dus ja, ja daar kom je bovendrijven, of je gaat eigenlijk ten onder. Ja. Maar ik vind wel zo, Dirksen maakt best wel een goede indruk, vind ik. Hoor. Nee, zeker. Dirksen heeft ja, altijd, zeker begin van het seizoen. En, uh, en de, wat, er zit ook geen, niet, geen onwil in of zo. Nee, nee, oh, nee, nee absoluut niet. En absoluut bij Vos niet. ook niet. Nee, zeker nee. niet. Nee, nee, nee dat zijn nee. twee jongens die. Dan die, 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 ja, ja. heeft Dirksen de laatste weken ietsje. Nou, minder... nou, ja, wil ik zeggen, een van de weinigen die, die op het moment dat het met de MW goed ging, zelf, zelf wat minder werd. Want ja. we hebben dit juist, vooral in, uh, toen hij het duo met uh, met achtergezet. Achterin, voor, hebben wij hier ook een paar keer gezegd van ja die, die jongen is overal. Ja. Hij uh, wil ook nog wel uh, spits spelen uh, als het moet en hij was één. Gewoon de beste voetbal van ja. FCM Emmen. De eerste helft van het seizoen. Mm -hmm. uh, en wat jij, wat jij afgelopen zaterdag constateerde... constateren we eigenlijk ook de afgelopen week al een klein beetje. Dat hij toch wel een klein tipje ja. klein heeft. En als hij de bal dan wel heeft, dan... dan, dan, dan dit, <laughs> ik vind het zo frustrerend als die bal dan weer zo slecht wordt gegeven. Weet je, dat bal over de zijlijn, over, 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 over de buitenspelers heen. Hè, dat mm -hmm. is allemaal... Uh, ja. dat, dat vind ik nog meer ja, goed. Dat, dat is... Ja. Is ook weer kwaliteit. Wat vind je? zijn twee linksbenen gespeeld? Wat vind je van twee linksbenen gespeeld? Mm, ja. Centraal? Maakt jou dat uit? Of, uh... je, je, je ziet het niet vaak. Nou nee. oh ja, iets Maakt niet zo heel veel uit. Nee. En uh, ja, dat lost de arts ook wel een beetje op in de opbouw door uh, Dirksen uh, links uit te laten gaan. Vos wat meer en midden, midden En te wier naar rechts. Dus je, bouw, je bouwt eigenlijk met drie op. En ja. de harde veld dan wisselend wel hoog en niet hoog. Ja, dat is wat er gebeurde. Ja. Nou ja, en Nak liet wel heel vaak de bal ook wel naar Hardenveld gaan. En dan gaven ze druk en dan ja dan kwam de lange bal en ja, die was ja, nog ja, vaak ja. ja die viel dan weer bij Nak en ja dus dat was eigenlijk een beetje krachteloos en ja ik heb geen moment, ik heb zelf ook geen moment gehad dat ik dacht van dit, dit dit gaan ze nog wel redden. Nee, behalve eventjes in de dat is de 43 ste 44 ste minuut. Ja. ja. Toen ja. dacht ik oké, okay, nu nu kan het allemaal omgedraaid worden. Ik ben je nog steeds verbaasd Timo over dat het geen rode kaart was of nou, ik heb daar wel even over nagedacht en uh, ja, ik heb daar ook wel een een mening. Over en eigenlijk uh, ja, als je dus iemand in mijn die regel ken ik niet helemaal goed, maar in mm -hmm. mijn beleving echt de intentie hebt om vol op zijn enkel te gaan staan en dat bewust doet, mm -hmm. dat zie je bijna nooit. Nee, nee, en kijk, dat ik. De, ik denk dat Jan Osek dat ook niet bedacht, nee, dus die ging ook in eerste instantie voor de bal mm -hmm. en uh, ja, hij die bal mist hij volledig en hij eindigt dus behoorlijk grof op de enkel van de ja. ja. Nou ja, ik ken die regel niet goed genoeg. Ja, voor mij hoeft het geen rood te zijn, maar het had Emma wel geholpen. Ja, ja maar het is natuurlijk wel ja. zo dat je altijd ziet dat dit rood is. Ja, ik, 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 kan, me niet, ik kan me niet heugen dat, dat hier een keer dat, dat de far hier nooit naar heeft gekeken. Nee, <laughs> zo'n nee, zo, nee, nou, zo actie. Nee, dat klopt, dat klopt. En sterker nog, ik heb nog wel eens het idee dat 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 dat. dat uh, hè, want deze kwam echt wel vol op de enkel. Ik heb nog wel eens het idee dat zelfs als, als het been iets lager is, dat, dat het dan nog steeds wel rood is. Dus deze was. Ja. Nou kijk, dat dat, dat Maar echt... die intentie geldt er dan eigenlijk niet. Het is ik las gisteren nog dit. Het is buitensporig en ja, nee, ruw of zo. Dat, ja, dat is ja, dan. Ja, precies. Dat, alleen dat zijn natuurlijk dan... allemaal termen die allemaal arbitrair zijn, hè? Ja, ik ja, bedoel, ja. Wat, wat is buitensporig? Wat is ruw? Ja. Waar, waar zit die lijn? Ja, dat, dat ja. is niet erg. Dat is nou eenmaal zo bij de ja. regels, spelregeltjes. Dat, dat 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 er altijd een soort grijs gebied is. Maar wat mij betreft was dit geen grijs gebied. Nee, wat <laughs> mij betreft is het echt een rood gebied. Uh, en, <laughs> en en dat zie je niet alleen met een rood-witte bril, hoor. Dus dat dat dat, dat, dat man een stadion die rode kaart vinden. Chapal uh, van Gastel, die, 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 die sprak na de wedstrijd. Ja, ik was met de keer ja, gesprek. Ja. Toen kwam van Gastel langs. En dat, uh, en dat de Wierinker even zei: Zo, dat was wel rood, hè? En toen, uh, toen ja. zei van Gastel, ja, die, die, uh, weet je wel, die ja. had hij kunnen geven. Inderdaad. Hij zei, die, zei, die, zei: De, zei de ook ja voor mij was het zes wedstrijden geweest. Dus heeft Gastel, ja, dat was terecht dat was geweest, ook natuurlijk. <laughs> ja. Ja, de, de, on, de onduidelijkheid wat daar nou gebeurt. Dieperink is echt een mannetje. Die, die in, in alles gebaat, hij grotesk. Zelfs bij 3-0, denk ik van: Ja, jongen, de wedstrijd is niemand. Niemand gelooft meer in de wedstrijd. Ga nu zelf niet nog, nog constant mannetje uithangen. Kijk, hij moet gewoon aangeven of daar contact met Zeist is geweest. Dat hij in elk geval zelf de rugdekking heeft van nou, ik vond het geen rood, maar ik heb ook in mijn oortje te horen gekregen dat het geen rood was. En, nou, maar het is toch vooral de schuld van de VAR. Ik vind niet ja, eens de schuld van Dieperink. Nee, pers, maar he? ik weet, het probleem is dat wij dus niet weten of daar contact is geweest. Normaal gesproken wordt dat heel duidelijk gecommuniceerd. Je ziet op een gegeven moment Vos en Dirkse naar Dieperink toe lopen. Uh, waarvan uh, nou, uh, Dirkse nog een keer het gebaar maakte, à Louis van van hoe die tackle is geweest. Mm -hmm. uh, en Vos vraagt hem volgens mij... Far of niet? En daar knikt dieper ink en die wijst naar zijn oortje. Ja. Waarvan op basis van die televisiebeelding hé, hey, er is. En dat was ook niet zo dat hij 30 seconden had. Er ja, is altijd hij, contact. Hij, hij, hij had twee, drie minuten ja, omdat de ja. wierik werd, werd opgelapt. Ja. Um, dus ja, er is dus contact geweest tussen, tussen Far en Far. Ja, er is Prink. altijd contact gewoon en natuurlijk. Op zo'n moment is het altijd en dan heel vaak is het. Uh, uh, even kijken, oh nee, niks aan de hand. En, en nu is het misschien iets langer geweest. Uh, uh, maar ja. Diepering kan verder niks doen. Die kan, moet alleen maar wachten tot al het lint houdt, was het. Ja. zegt, kom maar kijken, want wij vinden het uh, misschien wel rood. Ja. Dus dan ligt het bij Lindhout. Het ligt bij Lindhout, ja. ja. Kan niet, het is niet dat Dieperink zegt van, van, hey, kijk hier nog eens even goed na. Nee, Dieperink heeft het behoorlijk, heeft de gele kaart gegeven. Ja, hij en dan stond, kan hij de stond van van, bovenop, nou, bovenop, hè? Geen, ja, nee, ja, het, nee, nee, stond, het is in die zin wel fout van Dieperink Die dat ja. gewoon ook wel moeten zien. Ja. Alleen ja, als je het niet ziet, dan moet de VAR dat gewoon uh, doen. En dat die, ja, om ons heen begrepen weinig mensen ja. ervan. Uh, Ik okay, moet ja. heel eerlijk zeggen, en achteraf is mooi wonen, hoor. Dat zelfs dit Emmen tegen dit NAC met 11 tegen 10... Ook nog lastig het was niet 3-2 geworden voor Emma. Nou, de eerste 10 minuten naar rust waren natuurlijk gewoon best nog wel oké. Okay. Je had het ja. kansje van Pacicek uh, natuurlijk, die, 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 die hard naschoot. schoot. En ja, dan, dan komt die goal die 3-0. En dan is, het, uh, ja. dan is het nog 40 minuten kijken naar niks eigenlijk. Hè? Dat ja, is, uh, toen was het wel echt over. Ja. Maar ja, ik vond het wel logisch om uh, zo te gaan spelen. Uh, ze ging eigenlijk, uh, Emma ging 4-2-4 spelen met Pauls naast uh, ja. Pacicek. Ja. ja, dat was op papier wat opportunistischer, maar Nak was daar ook niet van in de war. Nee. En uh, ja, daarin kun je wel zien dat Nak ook wel een ploeg is met behoorlijke kwaliteit en ook beter is dan Emmen. Ja. Zoals Martina en Van den Berg die ja. dachten: nou ja, prima, als jullie met twee spelers <laughs> spelen, ja, ja. Daar, dat, dat lossen we op. Ja. En ja, wat je dan ook ziet, is dat Nak uh, ja, op papier dus, uh, een middenvelder meer heeft. Want die spelen daar met drie. Ja. Dus jij, ja, elke tweede bal die daar valt. En Staring, die speelde dan vaak voor het centrum dan vrij, omdat Powells diep stond. Ja, toen werd het veldoverwicht ja. van Nak eigenlijk. Ook uh, ja. nog groter. En dat zag je in de eerste helft al. Elk geblokt schot van Emmen of wat dan ook kwam altijd weer bij een speler van, van Nak. Ja, ja. En, en dan, dan gaat er ook iets mis, toch? Dan is, of is dat, het gewoon geluk. Dat is ook voor, ja, geluk en vorm dan toch ook. Want... De eerste helft bedoel je? Ja, de eerste helft al. Was al elke het idee dat als er een, een voorzet werd gegeven, die werd weggewerkt of er werd een schot geblokt, dat de bal altijd op het middenveld bij een speler van Nak in, in zijn voeten kwam. Nou, daar staat mij niet dat, zo okay. helder voor de geest te nou, nee, Het okay. ja, ja. nou, was de rest van het seizoen natuurlijk niet aan de hand. Hè? Want je zegt, nak, nak, is, nak is beter dan, dan Emmen. Maar ja, dit is, dit is gewoon de nummer 8 van, van de KKD, die ja. een waardeloos seizoen achter de rug heeft, die nu ja. uh, uh, nou, gaat stijden voor promotie. Het is de nummer 8 volgens mij van ja. de eredivisie divisie die maar, in Europa ingaat. Ja. Zo'n nacompetitie, ja, blijft natuurlijk wel ook iets fantastisch. Ja, ja, dat Emmen überhaupt verschil, in de halve finale staat, was al een wonder. Ja. Vond je het, ik vond het verschil uh, Afgelopen hier, nu groter zeker. dan in Breda. Zeker, zeker. zeker. Het, ja. dat, dat is best wel ja. apart. Ja, daarom zeg ik ja. geluk en, en dus blijkbaar een soort flow is misschien het ja. verkeerde woord, maar vorm. Dat je ja. in, in zo'n na-competitie dat, dat Dort en Roda, die het hele seizoen beter waren dan M en Nak, er door deze teams worden uitgegooid. En ja. dat, dat Nak misschien nog over Excelsior heen gaat walsen. Ja, dat is wel. Dat heeft wel iets bijzonders. Ja, ja, ik, ja, ja. zeker. Um, zeven wedstrijden erbij, uh, niet verloren en toen uiteindelijk één keer verloren. En dan is het voorbij het seizoen. Um, en dat zou dan ook betekenen het afscheid van Alfons Arts hè, want die was als interim trainer, was hij was aangesteld. Waarbij Nico Haak hier ook zei van hij wordt volgend jaar geen trainer. Toch was, was Arts na de wedstrijd, uh, zei hij van ik heb er wel oren naar. Ja. Uh, het, het, het beviel me wel en ik loop niet voor mijn verantwoordelijkheden weg. Wat vinden jullie? Moet, 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 moet Nico Haak toch ook nog even bij, bij, bij Arts uh, polsen? Uh, of, of, of zeg je van hij heeft dit gewoon een paar weken geleden gezegd, dan moet hij aan vasthouden? Nou, het lijkt me handig als Nico Haak zichzelf niet op slot zet. Nee. Want ja, je kan uiteindelijk ook nog bij Arts terechtkomen. Ja. Dus die optie zou ik wel openhouden als ik technische manager zou zijn. Mm -hmm. Maar ja, je kunt ook, ja, je hebt tijd genoeg gehad ook om te informeren, toch? Ja. Om je heen. Maar goed, ja, ik, zou, ik heb ook een beetje over nagedacht. Een beetje, niet zo lang. Maar ik dacht bij naar Rob Penders. Ja, die is Dag vorig jaar ook veel genoemd. Ja? Ja, oh, ja. ja die okay. is vorig, oh, 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 vorig jaar. En, 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 en uiteindelijk was er een... Ja, nou ja. Is, is, ik weet niet of we met hem gesproken is toen eigenlijk. Ging het ging toen niet om afstand, dat hij toch koos voor de Utrecht. Ja, precies. Dat is een, dus hij is een die werd die een assistent die ja. bij Utrecht. Ja, ja. En, uh, ja. ja, ja klopt. Ja. Gaat ook Europa. Nee, gaat niet Europa in, maar het nee. dus, zat er gisteren. Ja, maar hij heeft in het in bij Eindhoven heel goed gedaan. Hij ja, heeft ook minimale middelen, denk ik. En ja toen is hij inderdaad naar Utrecht gegaan. En daar volgens mij... Langdurig contract getekend, dus dat ja. zal ook goed zijn, denk ik, voor hem of ja. financieel. Waarschijnlijk ook. Ja. Maar, uh, ja. Ik weet niet of ja, meer ja, me als Pen assistent... is. wel iemand die heeft laten zien uh, waarvan je weet, nou ja, die die kan die job wel aan. Nou, ja, dat werd toen een beetje gezegd ja. dat, dat een soort dikke leukien was, hè? Uh, Inderdaad, gewoon met met, ja. met best wel leuke voetbal, uh, beperkte middelen, het aardig ja. doen en, en 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 rustig in de media, uh, ja. laat de kop niet gek maken. Dus dat is ja. William zei vorige week in de podcast hier van als je arts, want eigenlijk is het een beetje het idee bij velen dat arts uh, volgend jaar assistent zal worden onder een nieuwe trainer. Ja. Hoe werkt zoiets als jij als trainer uh, het goed hebt gedaan, publiek is blij met je ja. en je gaat het jaar daarna ga je als assistent aan de slag. Wat als je dan op een gegeven moment vier wedstrijdjes blijft verliest, de nieuwe trainer. Ja. Hoe werkt zoiets in zo'n staf? Dat is altijd een, dat kan een gedoe zijn. Ja, de Ole Tobiasen nou, had het ook bij Heerenveen. Precies. Die, die werd uh, assistent van van wonderen en dat, dat klinkt ook niet. allemaal nee. wat we minder begreep ik. En die heeft toen, hebben Heerenveen, heeft die na de winterstop heeft hij van een degradant heeft die, heeft hij nog de play-offs uh, finale gehaald geloof ik. Uh, publiek tevreden. Ja. Het jaar daarna moest hij van kees van wonder geloof ik op de tribune plaatsen. Ja, vanaf trof, daar was uh, ja, een assistent. sowieso ja, was het ja. Ja, ja. ja het gaat oh. toch een beetje om de onderlinge verstandhouding. Dus ja, ik denk. Je moet gewoon gesprekken aangaan met die nieuwe trainer. En dan voel je wel van nou, dit moet ja, ik juist, juist wel of niet? Ja. Ja. Ja, ik, ja. ik vond het helemaal, vorige week heb ik het ook gezegd, geen gevaar bij een arts zonder ambitie. Want toen was ik in de veronderstelling dat arts absoluut geen hoofdtrainer wilde worden. Dat het ook uitgesproken was. Ja. En dan, dan, dan is arts ook niet de type die met de messen zet klaar staat. Gaat even minder bij een nieuwe trainer. Er is nu wel wat gebeurd, want de Arts heeft uitgesproken van... nou ja, als ze me vragen, dan, dan ga ik daar serieus over nadenken. Ja. Ik vind ook dat hij met zijn prestaties het recht op sollicitatie heeft afgedwongen bij, mm -hmm. uh, bij, bij Emmen. Maar ik had het idee dat Emma al vrij ver was met een nieuwe trainer. Maar mm -hmm. da, dan zou Arts dit toch niet uitspreken. Dan zou Arts en Haak toch wel contact hebben van... joh, we weten allemaal wel wie, het ga, wie het gaat worden, daar word je assistent van. Dus het, wat afgelopen zaterdag na die wedstrijd gebeurde... Ik weet niet hoe het gesprek met jou was. Ik heb het gesprek bij, uh, bij de regionale omroep nog even teruggekeken. Waar het uitge uitgetrokken werd bij, bij, bij hem. Dat hij niet voor de camera ging staan. Nou, jongens, ik ben beschikbaar als trainer. Uh, maar ik dat, heb het er niet ja. uitgetrokken. Nee, nee ik kon het ja. Ja, nee ik Tegen mij zei hij. Want ik zei gewoon tegen hem. Oké, nu volgend seizoen. Wat gaat het worden? Assistent. Hij zei. Nou, daar dat, 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 gaan we het nog over in gesprek. Dat wilde ik ja. nog voor, voor me uitschuiven. Uh, en toen zei hij vanuit zichzelf: van hoofdthener kan ook. Maar hij zei er ook weer bij. Ik heb ook natuurlijk in, mijn, ja. in het verleden heb ik een rol als assistent gehad bij, uh, bij, uh, bij Liersen en bij FC Groningen. Maar, en dat vond ik ook heel uh, misschien prettige is, rol. Heb misschien is dat gekregen. Misschien is intern wel aangegeven: we, we zitten nog in een sollicitatieprocedure. en er kan nog wel een kandidaat bij. En dan vind ik nou nogmaals logisch dat dat arts daar ja. dus nu in die, in die vijfde erbij komt. Uh, maar dat betekent dat M helemaal nog niet nu een nieuwe trainer op het oog heeft met de topkandidaat. Anders hadden ze dat een uitgesproken. Ja, er, was, er was iemand op het stadion, hè? Ja. Pas uh, Sibum. We hebben hem gezien bij de ingang van ja, het uh, team. Klopt, ja. Nou, liep liep wel meer rond. Gert Jan van Beek liep er ook rond. Dus, uh. okay. ja, klopt, ja. 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 Maar uh, ja, want ik dacht dat Sibum dus een, 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 een doorlopend contract had bij Roda. Ja, toch? Uh, uh, maar dat is dus. Uh, ja, ik, nee, dat oh. die willen met hem verlengen. Maar ik, dat, dat is wat ik weet. En ik Bijzonder. weet dat er interesse was van andere clubs. Meer ja. wilde Sibum niet zeggen. Maar, uh, Leuk. Maar ik ben benieuwd of dat, of dat hem dan zal zijn. Maar Sibum moet dus nog bijtekenen bij Rode. Nou ja, dat ah, okay. begreep ik uit, uit een berichtje van... Uh, Voor volgend seizoen nog zo. Ja, okay. ik, maar ik dat lijkt me gek. Had. Want ja. hij had... Maar misschien is het dat ze wel willen verlengen met nog een jaar. hoor. Ik heb, ja. Want ik dacht ah, dat ja. hij gewoon nog een jaar had ook. Maar ja. goed, is, arts, was, uh, arts was vorig jaar... Misschien is het een hele gekke naam. Man. Ik wil het ook van FC groningen sporters. Dus want ik FCM-sport zelf wel besparen. Maar Arts was vorig jaar natuurlijk ook assistent-trainer. ja onder uh, de, o, de, ja de ja onder dinges het uh, de de, eerst onder de... be, moet, maar he? dat vind ik geen geschikte kandidaat. Dennis als, van der Rey welke ploeg dan Dennis van der he, die zag ik gisteren naast uh, bij Go Ahead op de bank uh, uh, naast naast Haken vieren dacht ik. Ja, ik, ik weet hoe ze in Groningen overdenken. De ik weet dat hij vorig jaar niet altijd uh, gelukkig overkwam. Maar dat is misschien nog wel iemand die een tweede kans verdient als, als hoofdtrainer. Ja, ik Dennis van der Reen bedoel je? Ja, en ik weet dus niet, jullie kunnen hem beter maken. Ken jij Dennis van der Reen? Ja, niet heel goed, maar even kort door de bocht. Denk ik, toen hij hoofdtrainer was bij Groningen, was wel iets too much voor hem. Dat was dat. Zeker, ja. In die situatie, dus halverwege instroom. Nee, zeker. Maar ik vond in zijn presentatie ook. Nee, dat klopt. Maar daar werd hij, toen hij bij Feyenoord zat en toen hij bij een aantal andere. Hij wordt. Toen werd hij gezien als een van de kroonprinsen. Op handen gedragen. Door aan de slot. Niet Precies, tenminste. en op een gegeven moment moet je iemand een tweede kans geven. En ik zeg niet dat dit op dit moment. Maar ik, ik, gisteren toen ik een haak zag, dacht ik, oh haak, ja die komt natuurlijk gewoon uit de buurt. Die hoort bij Emmen. Maar dat gaat, dat gaat natuurlijk nee. nu niet gebeuren. En wanneer nu in die Europa in gaat. Um, misschien een zijstapje. Ik heb gisteravond nog even een documentaire gekeken van Co. Eagles uh, 2013. Toen zij voor het eerst promoveerde onder Erik Ten Hag. En hoe Erik Ten Hag samen met een aantal anderen die club helemaal. Uh, op de schop gehoord. Ik denk van ja, Code Eagles dat is natuurlijk precies wat FCM zou moeten zijn. Ja. Financieel degelijk, de stappen heel langzaam vooruitzetten, geen gekke dingen doen. Ja. Uh, en toen zag ik, ik denk Dennis van de naast de haken zit ik denk. Nou, waarom niet even op het lijstje? Hm. Ja, ik ik. ik nou, ik, ik zou het niet doen. Nee, ik ook niet. Ik denk, nee. Ik, ja, nee. Ik, uh, nee, ik ik Ja, nogmaals, manier, op, het was, het, weet je, op vorig jaar heb ik ook iets te vaak gezegd dat hij ja. een hele lieve man was natuurlijk. Ja. Maar, en dat is dat is toch volgens mij, maar ja, ik. Ja, iedereen verdient natuurlijk ook een zeker, tweede kans. Dat zeker. Maar... En je kan ook zeggen, gedurfd dat hij vorig jaar bij Groningen het gewoon gedaan heeft. Hij had ook kunnen zeggen, jongens, dit is ding zo goed voor mijn carrière als ik dit nee. ga doen. Nee. Nee. Maar ja. Laat, laatste wedstrijd van Koer in Europa. Kun je die nog herinneren? Maar maar heb ik je... had op een gegeven moment wel ja, zoiets met hem van wat een struggle, man bij Groningen. Ja, Alle mach. Nee, 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 wie wie is daarbij gebaat? Ja, nee, hij niet. De club niet. Nee, niemand. Beutje nee, dat nee, dat man. Ja, dat had ja. toch wel. Uh, dat, dat had wel anders. Ja, ze hebben nog met Westerover erbij natuurlijk geprobeerd. Ja, nee, dat begrijp maken, ik maar. wel, maar ja. ja. Maar wie zou jij wat Sibum, zou je Sibum adviseren om naar na, 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 na Emmen te gaan? Of zeg je ja, maar, maar ik, ik denk, denk dat Sibum de misschien, misschien wel zoveel aan de weg heeft getimmerd dat hij misschien wel hoger in kan zetten nou ja. dan, uh, dan Emmen. Maar ja, aan de andere kant is het wel zo, hij komt uit de buurt, dus mm -hmm. hij heeft er wel uh, gevoel bij. En hij wilde het eerst ook al graag een keer. Ja, toch? Ja, geleden had ja, hij het wel. wat dus, uh, dus, hij ervoor gedaan, ja. Nou, als, als, ik zou hem wel uh, zeker bellen. Ja, maar dat zullen ze ook wel doen, denk ik. Ja, precies. Ja. Zijn er verder nog namen? Van je, je wel ja. vanuit, uh, hebben ze jou al gebeld, team? Nee, <laughs> nee, mij niet. Dat zou wel een hele goede keuze zijn. Maar. <laughs> <laughs> nee, uh, nou ja, uh, ja dat, dat is, een beetje, is een beetje een long shot, denk ik. Maar Jaap Stam, die gaat naar DOS Kampen. Ja. <laughs> ja. <laughs> dat denk ik, ja als je naar DOS Kampen gaat, dan kun je ook naar Emmen, toch? Ja, weet ik. Of gaat heeft, heeft, heeft hij bij Doskamp een beetje bezigheidstherapie om hoger uh, ja, ergens terecht te komen? Ja, ik heb geen idee. Maar, maar, ik, maar goed, maar, dat hij, is wel leuk om te onderzoeken. Nee, zeker. En je ja. naam is ook wel een keer genoemd. Het was ook eventjes was een ja. gerucht hè, toen, toen ja. gr Grim eruit ging dat, uh, dat, dat hij het zou doen. Maar ja, wat heeft hij nou gepresteerd? bij Sol heeft hij het wel aardig nou gedaan, toch? Bij Sol, nou, ja, als interim was het daar eventjes wel goed. En volgens mij bij het eerste seizoen, wat is het Derby County, geloof ik. Ja, Redding. Redding, ja, oh, sorry. Redding. Dat, dat was het. Ja. Ja, dat was het eerste seizoen wel goed. Tweede seizoen is dus er ook uitgegaan. Fijn dat was niks. Uh, Cincinnati nee. was niks. Fijn hoort, ja. 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 Maar, maar hij heeft wel meters gemaakt, inmiddels. Dus ja, maar goed, ja, dat is een beetje een longshot. Ja. En ik ben zelf uh, gecharmeerd van Stijn Schaas, maar die heeft denk ik de papieren nog niet. Okay. En die, die ja, ik weet ook niet of die... Naar na Emmen dan? Nee, dat, nee, daar zit je ook mee dan. Ik denk dat dat die persoon nog liever... deze je uh, even eerder uh, ja, uh, ja, de visie ergens goed Ja, of je hebt iemand die heel verstandig is... ...die denkt, ja, misschien moet ik toch gewoon... ...stapjes zetten ja. als trainer. Ja. Ja. En het is als Emmen ook wel interessant... ...om ja, zelf ook ambitieus te zijn daarin, toch? Om dat om te onderzoeken. Ja, altijd bellen. Ik bedoel, Heerenveen komt met Van Persie. Ja, ja, ja precies. Nou, Van Basten eerder, waar jij heel ja, mee hebt ja, gewerkt. Ja, dat hoeft allemaal niet goed uit te pakken. Dat is wat ja, anders, maar... Het is het spreekt wel absoluut boeiend en ja. Uh, ambitieus, ja. Ja, nee, zeker, zeker. Ik ben benieuwd wie het gaat worden. Het zal natuurlijk uh, zeer binnenkort wel uh, bekend uh, worden. Ga Want ze hebben nu al die tijd hebben ze onzekerheid gehad van waar spelen we volgend seizoen. Nou, die, die zekerheid hebben ze nu. Gewoon weer in de, in de KKD. Ja, je moet nu gewoon aan je, aan je selectie gaan bouwen. Nou. Uh, en, en een trainer kan daar natuurlijk wel een belangrijke rol in spelen. Ook. Nou, af, af, afgelopen zaterdag zie je gewoon een debutant. Dan zie je Gijs Bolk binnenkomen. Nou, nou, ja. die, die is nog niet vastgelegd voor volgend seizoen. Er zijn nee. andere... Uh, Eerst en eerder ploegen, begreep ik, die achter hem aan zitten. Ja. Uh, je ziet uh, nou, Jesper Mosla, de aanvoerder van de onder 21, die gaat vorige week naar FC Groningen. Die had hem ook graag uh, gehouden. Dus met dat, dat soort jongens even los van wat je aantrekt nog van, van ja. buiten, jongens, die je die al hebt, die je nu moet gaan verlingen. Uh, ja, Nico Haak heeft daar natuurlijk goed inzicht in. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat jij daar ook als trainer wil weten waar je mee gaat werken. Volg je ja. daar hebben we vragen over? Huh? Uh, want uh, zowel uh, Johan Wolting als Jeroen Bloemberg die hebben, die hebben een vraag daarover. Uh, eerst die van Johan Even. Moet Emme ook afscheid gaan nemen van spelers met een doorlopend contract die zelf weg willen? Dan denk ik aan Dirksen en Te Wierk. Uh, uiteraard wel tegen een transfersom, zegt hij. Wat, uh, wat vinden jullie? Moet, uh, moeten, ja. Moet Emme er alles aan doen om die te behouden? Die hebben nog gewoon een contract dus. Ja, ik Vind zou... je die onmisbaar? Ik zou Dirksen wel houden, ja, ja. zeker. En Te ja, waarom niet? Ik zou de Wierik eerder houden dan Dirkse denk ik. Ik denk dat je daar meer aan hebt nog dan Dirkse. Want ik denk dat, je, als je moet kiezen, wie heb je liever: Vos of, of Dirkse? Ik heb vier wedstrijden gezien. Ja. Ik, ik heb iets. Over die vier wedstrijden zeg ik Dirksen. Oké. Okay. Ja. Dirkse is de veel betere voetballer, maar dat betekent ook dat als je iemand nog kwijt kan voor een paar centen, dan is het op dit moment Dirkse. Dus als er iemand als een club komt voor Deeks, top KKD of onderkant Eredivisie of weet ik veel tweede boerenslika of zo. Vos heeft in ieder geval een nieuw contractvoorstel gekregen. Ja, gaat hij over nadenken? Ik heb, mijn gevoel zegt eigenlijk dat je dat je de Wierik, Hoe oud is te Wierik? Die Is nu, nou, het zal 31-32, zoiets kan oh, oh, oh. ja. nou, ik kan wel even mee, ik kan even mee. Ja, en, en ja, het fijne ja, het is, zeg maar. Wel, uh, die, die, die past heel die, goed bij M. Goed die, m precies, rechtsback ja, ja. uh, of, of ze te afdeligen ja. kan niet. Nou, dat, dat is al ben prima. het no doet geen gekke ja. dingen. inderdaad. nou ja. nonsens. Uh, je, uh, hebt, ja. je hebt ervaring nodig en je krijgt een complete leegloop. Dat, dat, doe, je, dat doe je verder niks aan. Ik mm -hmm. uh, 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 keek even naar vorig jaar. Speelde NAC ook in de half finale tegen M. Hoeveel spelers denken jullie dat er nu in de baan stond die vorig jaar? Ook in de finale speelde. Bij NAC bedoel je? Ja. Bij FC Emmers. Ben, Nadoe, Bij... du... Emma, oké. Okay. Tewierik. Het antwoord is één. Dus oh, geen, uh, oh ja. dan doe ik uh, Ben, Nadoe. Nee, het ging, ging, ging om Tewierik. Oh, oké. Okay. Was... Uh, dus groot dat, verloop. Da, daar kan je nagaan uh, hoe groot het verloop is. Uh, ja. veel viel twee keer in. En dat waren de enige twee spelers op dat moment. Uh, ja. uh, dus wij gaan deze zomer toe naar, naar een complete leegloop en een complete opbouw van een nieuwe elftal. Ja. Maar afgelopen zomer is natuurlijk precies hetzelfde hm. gebeurd. Ja. Um, dus dat ook, had ook de, st de start van de wederopbouw moeten zijn. dat moet Emma nu opnieuw doen. Ja. heb jij het, jouw carrière team wel meegemaakt dat je echt met een compleet nieuw elftal aan de slag moet of dat je als je geraamte staat en daaromheen ja. dan nieuwe spelers haalt dat dat is het beste maar in in mijn tijd werden er ook wel veel nieuwe spelers gehaald ja, ja. zeker ja. Ja. want ik ben heel benieuwd naar dat, dat geraamte van van MF. dus wie 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 kun je, ja. wie, kun je nu, wie kun je nu behouden ja. en dan is de weer natuurlijk interessant omdat je ja je wilt heel veel jonge jongens gaan dus je gaat nu jonge jongens aantrekken je hebt nou een heket je hebt een aantal misschien Gijspolk uh, uh, die hou je dan en die ga je ook echt daadwerkelijk in je eerste elftal moeten gebruiken. Want je hebt niet de luxe om daar een complete dan, dan zal je of de Wierik of Kieftebelt zo'n ervaren jongen... Want je ziet aan, aan NAC, aan Dordrecht, aan Rode, aan teams die het heel goed hebben gedaan in de KKD het afgelopen jaar... Zie je die mix van veel jonge talenten, maar wel een paar gasten die op een ja. belangrijke moment... zo aan de kleedkamers op het veld, je doorheen helpen. En die heeft Emma op dit moment in huis, te Wierik, Kief de Wierik, Kieftebelt. Als je die allebei laat lopen... Ja. Wat heb je dan aan ervaring nog, nog staan die die jongens uh, kunnen? Ja, weinig. Hoekstra kun je ook niet per se ervaren noemen natuurlijk. Hè. Die is niet heel jong per se, ook niet ja. heel oud, maar, maar die heeft niet heel veel gekiept nog. En nee, dan heb je zo'n centraal duo uh, dat je zegt van ja dat Vos dix is op dit moment meest logische talentvol zeg maar. Maar ja. je zou ook kunnen zeggen van ja we houden heilen, ja. of we houden te wierik, gewoon op basis van ervaring ja. en we laten en we laten daar jonge jongens in de schaduw opgroeien. Um, dat is eigenlijk een beetje de filosofie van, 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 van die haak hier ook uh, heeft neergezet. Ja. Maar daar maak ik me een beetje zorgen over. Welke, welke ervaring? Ga, je gaat ze niet inkopen, denk ik, ervaring. Want dan moet je eerder de fysische slaas gaan betalen. Ja. Nou, die hebben te wierik en, en Kiev de Belt. Nou, de, de, dat is inderdaad dat, ook. Dat, dat, dat ook een vraag. Want dat zegt Jeroen. Die zeggen met welke spelers met een aflopend contract moet emmen? sowieso serieus gesprek oh, ja. over een nieuwe verbintenis. Zoals Kiev de Belt, Benadou, Heile, Benedu, En hoe groot is de kans dat deze spelers blijven? Nou, laten we eens een van een voorbij gaan. Kiev heeft al wel een paar keer nu gezegd. van nou, ik wil nog door blijven voetballen, hè? zeker. Ja. En FCM is ook absoluut een optie. Die zei ook van... Nou, ik verwacht ook wel dat de club een kopje koffie met de aanvoerder gaat doen. Ja. Dus die... Uh, die uh, waarbij die zei van... Nee, niet dat ze dan mij een contract aan moeten bieden. Dat zijn ze helemaal niet verplicht. Maar ze moeten natuurlijk wel een, een kop koffie met hem drinken. Gebeurde ja. dat soort dingen ook altijd wel? Of zijn er veel van die clubs die daar helemaal heel slecht in zijn? Nee, dat gebeurde wel. Nou, Jawel, zeker. Ja. Nou ja, het... Om terug te komen op wat Emmen zelf wil. Hoe positioneer je jezelf? Ja. Wat wil je als club zijn? En ik denk dat zij misschien ook wel een club willen zijn... waarbij ze jonge jongens uh, de kans geven... En om zich te ontwikkelen. Ja, en ja, Nico Haak heeft daarover gezegd. Die wil, maar... die wil een, een, een elftal neerzetten van 14 uh, uh, goede spelers, zeg maar, van 14-14 spelers met wie je met wie je de play-off zou kunnen halen. Ja. Vier, uh, hij noemde dat uh, soort oppoetsertjes. Hè? Dus dus mensen zoals Dirksen, zoals Vos, die dus uh, het niet redden bij hun club Ajax, PSV, en mm -hmm. die gewoon niet goed genoeg zijn om voor voor de voor de landstitel te spelen of de Champions League uh, kunnen voetballen. Um, uh, maar die dus bij M in de loot een beetje rustig uh, uh, beter kunnen worden. En, en, en misschien wel heel goed. Mm -hmm. En dan nog vier uh, eigen talenten. Uh, daar kwam het, kwam het op neer. En dan nog drie, vier keepers, zeg maar. maar uh, ja. en, dat, en daar kan een mix in zitten natuurlijk. Maar, ja. En dan vier eigen talenten. Nou, met Jorn Hackert hebben ze in ieder geval eentje. Uh, en dan is het uh, Ben Scholten. Dan uh, kun, je, kun je natuurlijk nog daar uh, onderscharen. Uh, uh, Landouw uh, Volgens mij doorlopen. het contract ja. nog. Ja. En dan misschien Gijs Bolk of, of, of wie er dan ook nog bij kan komen. Maar dat is een beetje de, de, de filosofie van, van, van ja, dat kan hè, Die 14-4-4 kan ook 14, uh, uh, 13-5-4 uh, worden, of, ja. of 15-3-5, wat dan ook. Maar, uh, maar wel ambitieus dus. Als je wel om ambitieus halen. Ja, nou dan moet je wel overwegen om kieft de bel te houden. Ja, ja, huh? ja, ja, ja vind maar, ik wel. Ja. Ik denk dat dat inderdaad ook wel dat is geen onbelangrijke speler is om te hebben. Nee. En hij zei ook dat ja, ja. Ja, je zou zeggen: die is hartstikke duur heeft dat wel in ieder geval tegen mij gezegd dat geld op dit moment uh, maakt hem niet meer zoveel uit. Nee. Ja, nou, nu, nu dat is niet hoe die het helemaal zei, maar zijn er spelers of wie ook weet dat geld ze niet zoveel uitmaakt of, uh, ja. of zeggen ze dat allemaal? Nou, even, ik, ik ken Kiev de wel niet goed, maar het lijkt me een type als hij dat zegt dat hij dat ook uh, ja, ja. serieus meent. Ja. Ja. Hij, ja. Hij, hij kent de club. Hij, hij heeft jouw, ook in de... Engeland gespeeld, toch? Ja, dus ja zou hij zal wel wat verdienen? Denk ik. Ja, precies. Ja. Heb jij altijd het onderste de proberen te halen bij ja, onderhandelingen? Ik was een matige onderhandelaar. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. Ik ja, baal, baal je nog steeds van. Nou, nee, maar daar was ik niet sterk in. Nee, daar had ik ook helemaal geen zin in. Nee, okay. Maar goed, daar had je dan iemand voor. Ja. Nee, okay. Maar dat is ook prima gegaan, dat begrijp ik niet verkeerd. Nee, nee. Dat was niet mijn werk, nee. nee. Maar als je maar zei, je dan tegen, tegen jouw zaakwaarnemer: het onderzetten kan. Nou, of zei je, ik wil je nou, dan ben je heel jong en uh, ja, je hebt ook niet echt een idee. En dus die waarnemen moet daar wel een beetje richting in geven. Ja, ja. Maar, idee geven van nou dit is uh, oké okay om bij deze club te verdienen ja en daar ga je daar vaar je dan op ja, ja. precies en dat was ook goed hoor. Ja, ja, ja 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 precies Champions League gespeeld dus uh, wat waren de <laughs> bonussen daar bonussen oh, Dat weet ik niet meer plaatsingspremie was wel een mooi bedrag ik? Okay. Dan, uh, <laughs> <laughs> ja, ja dat we ons... Uh... Plaatsen nee. voor de Champions League. Nee. Dat seizoen hem ervoor. Ja. krijgt we wel een hoop geld. Mooi. <redeekend>. <hijt> <Ja>. <hijt> <hijt ja. het, eh, nog even terug naar Kieftebel Die heeft natuurlijk gewoon dit jaar hij is aanvoerder geweest. Hij kent de club. En ik denk dat je bij dat soort verdettes dus die paar die je op het veld hebt staan, qua mentaliteit past, past hij goed bij Emmer. daarom zeg ik Kieftebel ja. of Tweier. Eh, helpen. anders moet je weer. Skifstebelt dus laat gaan moet je zo'n soort verdette gaan aantrekken. Nou vorig, vorig jaar hebben we dat gezien met Een hele, ja. hele goede voetballers, maar past dan totaal niet bij Emma, past totaal niet bij het publiek. Mm -hmm. uh, dus vandaar dat je dat soort jongens hebt die andere jongens, mee, die jonge jongens, ook kunnen begeleiden, niet alleen in hoe ga je uh, misschien zijn die andere jonge jongens al wel in, in de dop en in elk geval veel betere voetballers dat jij bent op het trainingsveld. Ja. Maar hoe ga je als je na afloop wordt gevraagd in het spelersong bij de harde kern? Hoe ga, je, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om als? Uh, als je een, in een pesthumeur bent en er staan nog een paar kinderen langs de zijlijn die op, met jou op de foto willen, dan ga je daar naartoe. Ja. Hoe ga je om met een journalist die een paar kritische vragen stelt? En ja. ik, ik denk dat dat bij Emma wel van belang is. Dat, dat of in de organisatie mm -hmm. of in de spelersgroep, dat ze dat goed organiseren. Ja. En dat, uh, ja, dat ook daar hebben ze wat te leren. Uh, niet per se op de man, maar misschien toch ook wel. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld bij, bij een Ubbing, dat dat in het veld. Dat is een hele goede voetballer. Dat hebben we ook gewoon, mm -hmm. ook gewoon gezien. Mm -hmm. Gedeeld van dit zoon toen het lek liep. Ja. Uh, was, was Ubbing de man die de paasjes gaf en die fantastische hoekschoppen gaf. Ja. Uh, maar ja, die heeft dat ook buiten het veld richting het publiek en zo. heeft, heeft Die, die klikt niet met FCM, nee. dus die moet je dan heel snel laten gaan. En iemand als Jeff Hardeveld bijvoorbeeld. Uh, wat een mindere voetballer is dan Destiny Ubbing. Die, die heeft dat in potentie wel. Ja. Ja. Uh, dus misschien zou je zo'n jongen dan wel een contract moeten aanbieden. Ja, precies. Dus Hardeveld, dan hebben we nog Benadou. Nou, dat is uitgesloten. Die gaat niet blijven. Die gaat weg. Dan kun je. Ja, het heeft niet, ja misschien nee. dat je even voor de lol kan vragen van hey, wil je nog blijven ja. voor, uh, voor hetzelfde geld? En dan zegt hij nee. Ja, ja, prima. Die gaat ja. weg. Een beetje type hoven, vind ik. Alleen wat ja. ik wel kwalitatief minder. Maar. Wat ja dat zo'n type ja alleen wel ja, dat zei zij 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 artsogers ja te, te, so, soms nog te onzichtbaar en die moeten ja, ja, zich, die ja. nog meer het spel naar zich toe trekken hele ja, hele zachte jongen ook kreeg een handje van hem heel, ja. heel, 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 heel zo'n heel slap handje Was mm -hmm. het maar, maar uh... ook, ook geen persoonlijkheid Nee, het was, het was ja, ontzettend een ontzettend goede voetbal. Gewoon een aardige vent hoor, ja. maar ik kwam, kwam ook niet heel veel, uh, veel uit uh, per se, zeg maar. Uh, en, uh... Jongens die je trouwens wel een mooi, mooi afscheid, afscheid gunt. Uh, je zag voor, vorig, uh, ja. voor vorige week. Ja, vier al... jaar gespeeld hè? Ja, maar vorige week ook bekend dat uh, Burnett uh, de deur uit is gelopen bij Amazon zonder afscheid vooralsnog. Hij ja. heeft ook meer dan negentig wedstrijd gespeeld. Ook een belangrijke motor geweest in het ja. kampioensjaar, het promotiejaar. Uh, ja, die is dan ook gewoon weg. Ja. Maar dat is volgens mij ook wat meer aan de hand. Ook in de braten, ja, soms, ik zag Poefonken ook, uh, ja. officieel ja. of zit hij nog bij de selectie, maar... Maar je, zag het, je liet mijn Instagram-champje nou, zien... van twee ik, voor de wedstrijd tegen NAC... dat hij aan het hooghouden was op het strand. Hè, in wel ja. ja. Uh, en hij zit vandaag in Miami. Uh, nou, wat ik van FCM intern begreep... Hij is amateurbasis, hè, dus hij kon ook zo, uh, zo de deur uitlopen. Maar ja. dat ze geen contact met hem kregen. Dat de telefoon was afgesloten of iets dergelijks. En ja. tegelijkertijd zag ik op Instagram... dat hij met uh, Guinea nationaal Team op pad was. Hij zit vanochtend ja. in Miami. Ja, dat zijn ook dingen die... Ja. Uh, dat, ook dat soort lui, het is prima dat ze in de voetballerij rondlopen en op, op jonge leeftijd dat, dat, er, de, uh, dat er veel op je afkomt ik ja, tot daaraan ja. toe, maar jongens, ja, niet bij FCM hoor, dit is het geintje. Ben je ooit een keer te laat teruggekomen van vakantie? Nee, Dat, nee, uh, nee, 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 dat, dat soort dingen. In je weken. Dat soort verhalen vind ik altijd, ja. altijd ongelofelijk. Joh. Um, even kijken, hoor. dan hebben we nog uh, Heiden en Hardeveld. Ja, Hardeveld noemde je al inderdaad. Blijf, wat, wat vind je daar van Hardeveld? Is dat iemand die ze dan moeten houden? Of zeg je van ja, die? Nou, daar, daarvoor zou ik ze langer moeten zien. Maar ja. tot nu toe maakt hij wel. Dat is toch wel een redelijke linksback, ja, toch? Ja, als wel een het is, is prima, behoorlijk blessureverleden. Ja, ik dacht tegen die Kuipers misschien dat hij een beetje moeite heeft met die snelheid van Kuipers. Maar in Breda had hij één duel dat hij een beetje getest werd daarin. Ja. Maar toen bleef hij toch op de been met een sliding. Dus... Ja. ja. Ach. Harderveld is een van de weinige dat voetballers. Weet uh, jullie beter. was dat ook, maar die de, de man van is. hè? In plaats van de, ja, de vrouw van. Ja, 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 uh, ja, ja, ja. Volgens mij uh, zijn, uh, zijn, uh, vrouw, uh, wordt, wordt scheidtig... zijn ja, de eerste wordt nu de eerste scheidsrechter toch op KKD niveau Ja. Zal Emma niet mogen fluiten, denk ik. Maar nee, ben je nee, zeker. Dus je vraagt me af ja. of, of, of ze dan wel de concurrenten van Emma mag fluiten? Ja, dat is een lastige. Weet ik eigenlijk niet. Nee. Nou, uh, nou ja, wat ik als speerpunt zou nemen als ik Emmen was, dan yeah. zou ik eigenlijk ja, dat is, dat is een beetje goedkoop misschien, maar als je kopieergedrag vertoont ten opzichte van FC Groningen, maar als je daar nou naar kijkt naar intensiteit en energie, ja. dat lag echt hoger dan uh, van Nak en Emmen. Ja. Ik vond van Nak dat ook echt lager, ja. en van Roda was veel lager. Nou dan zie je zeker in die goede periode van Groningen. En het gaat niet om Groningen, maar ik weet zelf ook als je. Da, daar heb je geen, geen geld of faciliteiten voor nodig. Dat nee. kan zelfs op een parkeerterrein. Ja, ja. Als, je, als je maar bewaakt dat er elke dag geleverd wordt. Ja. En dat je daar als trainer elke dag bovenop zit. In paas en in positiespelletjes, in partijspelen, in sprints. In, in alles wat je doet, in ja. krachttraining. Dat je, dat je dat eist, dat je die lat zo hoog legt. Ja. Daar valt zoveel te halen. Want daar hoef je niet per se een hele goede voetballer voor te zijn ook. Nee. omdat te kunnen nee, leven. Je hoeft er geen goede voetballer voor te nee. zijn. Je moet, hard, je moet keihard werken en het gevoel hebben, boe, dat wordt op mij gelet. Ja. Bij alles wat ik doe. Ja. En ja, ook die paasentrapvorm, Dan moet ik naar het dopje sprinten of ik moet versnellen en ik moet mijn handelingstempo moet extreem hoog zijn. En ja. ja, je moet voelen dat er iets gebeurt. Ja. Dat, daar zou ik op inzetten als Emma. Dat hoeft helemaal geen geld te kosten. Nee. Dat, waarom daar maar, moet waarom je tra trainer, trainer bijzoeken? Ja, precies. Maar waarom is, het, waarom is het, dan nu in de in de in de KKD maar één? Nou, misschien een paar meer, hoor. Uh, die, die die dat hebben, die dat, die dat eisen van de spelers. Want als het zo makkelijk is, mm, ja, dat moet ook in een trainer zitten. Ja. Dat je dat in je vezels hebt. Ja. ja. En uh, ja, ik denk dat Marcel Groninger uh, en Lukien zelf uh, ja, dat zeker hebben. Ja, dat ja. eisende. Dus misschien Bijvoorbeeld moet... op het allerhoogste niveau. Dat is Jurgen Klop, dat begrijp ik wel. Mm -hmm. Maar daar zeggen ze over... Ook als hij niet kijkt, heb je nog steeds het gevoel dat, dat, hij, dat hij kijkt. Ja, ja, ja. Dat je denkt, woe, oh. Dus je, je, sta, je, je staat aan. Ja. Nou, dat moet je creëren. Ja, 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 en zo trainen moet je. En dan, ja, tactiek, ach, elke trainer heeft wel een idee. Mm -hmm. En dat is zeker belangrijk tegenwoordig. Want, ja, dat is ook allemaal veel sneller en moderner. En mensen in het middenveld, ja. Intussen, ja, dat heb je zeker nodig. Ja, ja. ook. Maar ik ook. zou die intensiteit als speerpunt ja. pakken. Ja. Absoluut. En het past ook bij Emmer, man. Het ja. past ook bij Drenthe. Ja. 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 Precies, ja. ja, man. ja. Nou ja, werk, werk voor je zin. Ja, ook hiervoor ja. ook, ook, ook wil ik nog een keer die, die tip geven van die, die documentaire... die uh, nu bij de ESPN natuurlijk uh, wordt uh, herhaald... omdat code Eagles weer door de Europees voetbij heeft gehaald. Maar dat jaar met Erik ten Hag. Uh, wat natuurlijk in eerste instantie ook grandioos mis, Jij zei, over klop, klop moest ik aan denken. Ja. Die uh, liet de deur eruit halen van zijn, van zijn kamer. En liet aan een heel groot raam in zitten. Waar ze oh, bij, ja, ja. bij Code Eagles allemaal dachten van... wat hebben we nou, onze fiets hangen. Hij had al lichtbedjes besteld. Dus de materiaalvrouw uh, van Coen Eagles die al 30 jaar zat... die was helemaal over de zijk van... het en die moesten, denk ik, de flesjes op de goede plek zetten. Maar Ten Hag zei dus: Ik zet dat raam erin, zodat de hele organisatie en ook spelers denken: Hé, hey, de trainer is en hard aan het werk en ze kunnen altijd bij me binnenlopen. Die spelers en de hele organisatie dachten: Hij zet een raam in, hij houdt ons constant de hele dag in de gaten. <laughs> uh, en daar vind ik het zo'n leuk voorbeeld, omdat je, daar, daar zag je precies hoe, hoe, een, hoe een club, die je soms een beetje amateuristisch werd georganiseerd, maar wat echt een familieclub was, wat met liefde werd geleid. En daar komt iemand binnen. Nou, Noem Fred Grim, ja. uh, die het allemaal professionele wil, wil aanpakken. Dat moet ergens bij elkaar komen. Dat moet ergens gaan klikken. En dat ja. is dit jaar mislukt bij Emmen. Mm -hmm. Maar dat kan, zomaar, uh, dat kan zomaar eens lukken met een trainer die. Nou, toch wel even een andere deur erin zit. maar ook gewoon snapt dat ook het, de cultuur uh, van een club van belang is. en dat dat bewaakt moet worden. Ja. Uh, dus ja, ja. Ik, ik probeerde net jou een uh, quizmasters. Uh, ja, Brian, ja een beetje. Ja, 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 ja. De, Laatste Europese wedstrijd van Codecals. Uh, ik zeg dat dat, uh, dat, is, dat moet dan oh. iets van uh, Petrolul Lul of Dividange zijn geweest. Hebben ze niet zo kort geleden nog eens een keer met zo'n fair play... Uh, uit Hongarije, maar dat is niet het belangrijkste detail hierin. Okay. He. Het, het klopt hoor, 2015 uh, ja. speelden zij vanuit de eerste divisie in een keer Europees ja, voetbal. Vanmage, omdat ze een fair, fair play plekje yeah. had. Waar werd die wedstrijd gespeeld? Ik dacht in Almelo. In Emmen. In Emmen? Op de Oude Meerdijk. Oh, ja, de laatste Europese wedstrijd van de Code was ook Europees voetbal in, in Emmen. En dat is ja. dan misschien wel uh, een leuk bruggetje ook, uh, Pim. Dat zitten we toch lekker in elkaar. Europees hand, voetbal in Emmen. Nee, nee, want oh. Benjamin die zegt, uh, wordt het kunstgas nog vervangen uh, in, uh, in, uh, op de Oude Meerdijk? Nou, Mike de ik sprak na de wedstrijd tegen NAC nog van, ik speel hier zo graag nu, weet je wel. Uh, uh, hij vond het een prachtige sfeer, maar dat is op de Oude Meerdijk ook, alleen dat veld... Ja. Dat is zoveel prettiger dan dat kunstgas in Emmen. Ze willen dat vervangen. Dat is het idee. Ze hoopten natuurlijk te, te, worden, te promoveren. Want dan zouden ze uit een potje. dat beschikbaar is gesteld door volgens mij ook de topclubs. Ajax en zo. Ja. zouden ze daaruit kunnen putten. Nu moeten ze het toch echt zelf betalen. begreep ik. in de, ja. in de eerste divisie. Een kleine subsidie van de KNVB nog wel, begreep ik. Oké, okay, ik dacht maar van. Ik dacht van, hoog, Ik dacht van, van. Ja, ja precies. Ja. Maar ja. Misschien, misschien is dat het al. Maar in ieder geval, in de eerste divisie was het significant. En, ja, en, en 50%. Hier, ja. het, is hier, het kost iets van 7, 8 ton. ...ongelooflijk om het te vervangen. Mm -hmm. Ze zouden dan ook naar een veld gaan... ...waar ook wat kunst zoals in verweven is... Hè, ...zoals je dat overal, uh, overal ziet... Um... Dus dat, is, dat zijn ze aan het onderzoeken. Maar dan zou ook betekenen dat uh, misschien de eerste wedstrijden uh, dat, dat ze een verzoek doen met de KNVB om de eerste wedstrijden uit te spelen. Ja. En wellicht dan ook nog uh, uh, voor de eerste thuis uitwijken naar, uh, naar, naar bijvoorbeeld Almelo. Ja. Omdat, uh, omdat het niet op tijd, uh, op tijd klaar is. Maar het idee is nog. Steeds, het plan is nog steeds, volgens mij wel om, om, om naar gras over te gaan. Ja, er zijn natuurlijk ondernemers in, in Emmen die bijspringen. En de club moet zelf ook uh, wat bijdragen. Ze hoopt inderdaad op een 50% bijdrage van, van de KNVB. Dan was het rond. Ja. Uh, maar. Nou, het komt wel rond en het is natuurlijk ook van belang richting die nieuwe spelers, spelers waar we het over hadden: van jong Ajax en jonge PSV. Uh, die niet als Mike de Wierdek, alleen maar als romantici uh, naar echt gras kijken, maar ook gewoon naar hun carrière kijken, naar hun benen kijken. Mm -hmm. Van uh, waar, wil ik, uh, waar wil ik volgens seizoen voetballen? Ja. Jij, jij hebt het Want jij hebt uiteindelijk uh, door een blessure is jou, jouw carrière wat eerder geëindigd dan je ja. zelf had geholpen. Nee, had, had jij nee gezegd tegen een kunstgrasclub? Nou, ja, als je die luxe hebt. Nee, maar stel je voor, je zou die luxe hebben. Ja, nou, liever, liever niet, nee. Ik vond dat nee, boe, nee. dat was niet mijn ondergrond. Nee. Nee. Daar trainen we dan wel een dag van tevoren op als we naar Heracles moesten of zo. Ja. Maar dat was wel daadwerkelijk anders, ja. ja. En ja, daar had het dan ook wel weer mee te maken of het ja, wel of niet gesproeid was. En als mm -hmm. het wel zo was, ja, en, en die bal die komt een meter naast je op snelheid, dan had je hem al niet meer. Dus nee. dat was al wel echt een verschil met gras. Nee, maar ik speelde er niet, niet graag op. Nee. 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 Zelfs, zelfs Herakles had hem eruit, zeg ik. Herakles ja. had hem eruit. ja. Als ja. De, de, ja. De maar volgens mij was dat ook een soort van verplichting. Hè? Uiteindelijk toch, de, 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 de Eredivisie-clubs moeten op een gegeven moment. Ja, maar Ze allemaal... deden niet meer onder protest of zo. Terwijl nee. Herakles was natuurlijk onder Smith, uh, Jan Smit. Uh, de... Ja, maar ja, hun hoofdsponsor is een kunstfabrikant toch? Dus, uh, ja, daar ga je. Dat ja. is al een ja. behoorlijk. Ja, en, en we zoeken nog een nieuwe hoofdsponsor. Dus misschien is <laughs> het ja. wel een goede combinatie. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, ja. Op ja. seksspeeltjes voetballen. En dat zou ook in Queens Grass daar in Trent natuurlijk even maar ja. ik begreep inderdaad dat de uh, spelers van uh, Ajax en PSV. Uh, dat de eisen van die clubs als ze verhuurd werden. Uh, dat ze gewoon niet komen. als ja. kunstraals ligt. Ja, dat hoorde ik ooit van, van Michel Jansen. die toen nog uh, een blauwe maandag technisch manager was bij Emmen. Dat, dat het heel lastig is om aan die spelers te komen. Want ja. daarvan zeggen de clubs. Ja, Nassi uh, en toen bijvoorbeeld, uh, ja. jong talent. Uh, ja, die gaat niet naar me toe. Want nee. dat, uh, dat, uh, dat gaat ook wel heel ver, vind ik. moet ik eerlijk zeggen. dat je daar dan. Ja, besluit maar, om niet te komen. Ja, maar als jij, maar goed, als uh, jij een jongen hebt van je denkt deze is een potentie uh, tientallen miljoenen euro's waard en dat was in de, dat geval toen bij Unova ja. zeker het geval wel ja, hè, dat ze ja. dachten dat ze ja, en, de, en jongens die je over die kunnen ze natuurlijk overal stallen. Dat, ja, dat, precies. Dus de concurrentie voor M is groot. Ja, dus waarom zou je hem dan op een kunstvlasveld? Want als je, ja, als je het nou veld ja, ook ziet, het ja, is ja, helemaal ja, plat getrapt ja. op sommige stukken. Ze, sta, ze spelen zelf ook liever op het kunstvlasveld van, van SVBO een stukje verderop dan op hun eigen veld. Ja, dat is. Ja, bij een eerste klasse, dat is uh, ja, en nou ja, Nog een paar jaar dus op uh, echt uh, semi egras gras in, in de Oude Middijk. Het nieuwe stadion uh, moet ook uh, deze zomer wel weer een volgende klap op werden gegeven. Ik, ja. ik, ik, hoorde, ik hoorde in Ten dat het nou, er de, de redelijk goed uitziet. Oké. Okay. Uh, maar dat er, ik heb met een aantal raadsleden gesproken, een aantal politici gesproken, die mede daarover moeten gaan. Niet per se over het stadion aan zich, maar alles nou, het, het mogelijk maken vanuit de gemeente. En een paar daarvan... Uh, die zeiden ook van, ja, dan nou kunnen we niet de Oudemiddijk gewoon opknappen. Dat is toch een mooi stadion, een mooi sfeertje. En dat, uh, dat uh, Rintse Bleek van FCM er nu ook wel heeft bedacht. Ja, die raadsteden komen altijd in onze fitbox. En dat ziet er altijd nog wel redelijk uit. En dan kun je ook een mooie wedstrijd volgen. Nou, wij, die zit achter ons op de, op, op de perstribune. Dus ik hoorde dat er ook een soort rampen toe nog kwam op de Oude middijk Dat die raadsleden ook worden uitgenodigd om ook de rest van de Oude middijk even te bekijken. Voor ze een besluit moeten geven. Dat ze niet alleen maar de fitbox en de bitterballen en de lekkere stoeltjes. Uh, ga er van bij me trouwens ook al gewoon mee. Maar dat ze toch ook nog even naar de, 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 de lekkere tribunes. En ik zou zeggen, Dan moeten ze absoluut ook even pla plaatsnemen. Ik hoop een beetje iemand van 1,95 meter 95, uh, die even op de perstribune gaat zitten. Want uh, God man, mijn knieën die zijn helemaal blauwe. blauw. Dit had niet nog één wedstrijd moeten duren, deze playoffs. Want dan was ik. Ik zal gewoon een carrière. Ik zal gewoon één raadsfractie in de lift doen. Dus dan drie keer op en neer. En kijken of, de, of de lift er dan maar ergens bij steken. Dan komt het wel goed, uh, dames. Ja. <tiedert> heel goed. Mooi. Um, we sluiten de boel af. Uh, dit was het zo uh, Maar jij wil nog even één ding zeggen, natuurlijk. Ja, excuses. Uh, dat <tiedert> heb ik ook al afgesproken met de directeur van de, van de FCM. Ja. We hebben hier uitgebreid gehad over de mooie. Twist, ik vond het een mooie Piro-actie. Op uh, 1 maart was het tegen Willem II. Uh -huh. het een mooie wedstrijd was overwinning voor voor FCM. Ja. Uh, iedereen had toen door, toen dat vuurwerk kwam en die fakkels kwamen. En dat dat een mooie sfeer was, maar dat er natuurlijk kwam, zal daar een boete volgen uit uh, uitzijds van de KVB. Uh, uh, 15.000 euro werd, uh, werd gevreesd. Nou, uh, twee weken geleden kwam uh, de uitspraak van de terugcommissie uh, van de openbare aanklager van de KVB. Veel reuze mee, nog geen 4.000 euro, 3750 euro moet, uh, moet Emma aftikken. Maar de taskforce die daarover gaat, die is naar Emma geweest, die heeft daar de banden opgevraagd, uh, de, de, de beelden. Uh, daar is ook een stadionverbod uh, is eruit gevolgd. Uh, een supporter mm -hmm. die 18 maanden aan zijn broek heeft gekregen. Die overigens op de beelden, dus hij is ook uh, jurist ingeschakeld op de beelden. Is heel duidelijk dat hij niks afsteekt. Maar dat hij daar misschien een fascinerende rol heeft gehad. Mm -hmm. Om een rook, rookpotje door te geven of zo. Dus er is dus veel intern gedoe over, ook uh, in de club. Ik heb er ook over geschreven in de krant. En toen zei ik van dat, uh, nou, Kief de Belt als aanvoerder. En Grim toen nog als trainer, die noemde dat een heerlijke oppepper in die wedstrijd. Die vond dat fantastisch. Mm -hmm. En directeur Inze Bleker, uh, die zei het ook. Ja, dat was een prachtige Piro-show. Uh, op een support, supportersavond. Wat iedereen die sport allemaal dacht, hé. Hey, <laughs> een club neemt toch altijd gelijk afstand hiervan. En, ja. en vooral directeuren die worden, worden helemaal boos. Uh, nou ja, dat was niet het hele verhaal van Bleek. Want Bleek heeft er achteraan ook op die avond gezegd: van... Jongens, maar wij kunnen het natuurlijk niet toestaan. Uh, als er vuurwerk mee naar binnen gesproken wordt, dan moeten wij ook als club, uh, club tegen optreden. Mm -hmm. Nou, dat gedeelte heb ik, dat citaat heb ik niet in dat artikel verwerkt. En Bleek zei wel tegen mij: Van ja, ik moet ook gewoon nog naar Zeister. Ik moet ook gewoon nog het vuurwerkbeleid en dat soort dingen uh, serieus kunnen verdedigen. Ja. Dus buiten dat hij het stiekem heel erg mooi vond, dat ook uitsprak. Ja. Uh, wil hij ook nog wel eens nou, richting zijn supporters, richting uh, de achterban, zeggen van: het Jongens, geen, geen vuurwerkshowtjes meer uh, op de Oude Meerdijk. En dan blijft dat een kat-en-muisspel tussen aan de ene kant de beveiligingsdienst of de veiligheidstroepen, en aan de andere kant de uh, supporters ja. die dit een belangrijk onderdeel van het collectief. vinden. het is een beetje zuur ook na, want het is niet te vergelijken met wat er bijvoorbeeld gisteren bij, bij Utrecht co Het gebeurd nee. uh, Het was de, een onderlinge, geen onderlinge confrontatie tussen supporters, maar gewoon een, een showtje op de, op de, op de, bij de fanatieke aanhang. Mm -hmm. uh, maar ja, er is dus. De boete valt er eens mee. Het is heel zuur voor een supporter die uh, anderhalf uh, jaar niet naar de club kan waar, uh, waar, zijn, uh, waar zijn hart in zijn leven ligt. Ja. Maar ook dat is onderdeel van het uh, kat- en muisspel rondom uh, supporters. En waarvan. Akte. Uh, dank je wel. Uh, je ja, was ja, team. Je volgend yes. jaar vaker bij zijn. Hè? Als, als analist uh, waarschijnlijk. Dus uh, dat is uh, mooi. Ik zal me verbeteren. Hoezo? Perfect. Ja, inzichten die Pim en ik niet kunnen geven. Kan nee, je ook? Het wordt elke week beter. Ja. Heel <laughs> ja. <laughs> <laughs> goed, nou, Als En we dat ook gaat doen. Dan spelen we over een jaar gewoon uh, weer lekker <laughs> like, weer in de divisie. Uh, dank je We zijn er in de zomer af en toe nog wel natuurlijk uh, terugkomen met een, met een special. En dan zijn we volgend seizoen weer helemaal terug. Dank voor het luisteren allemaal. Tot volgende keer. Bye. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FCM'en, Radio Meerdijk, Radio Meerdijk.